Woningen weet ik wel al meer. Ik ben niet net, ik ben wel verkocht. In de foyer van het stadhuis was er een motiemarkt. Instanties, verenigingen, stichtingen en personen kregen de kans om zaken onder de aandacht te brengen van de raadsleden. Zo nodig kan een idee direct worden omgezet in een motie voor behandeling in de volgende raadsvergadering. De kans voor honkbalvereniging De Uitsmijters 55 om hun probleem onder de aandacht te brengen. Voorzitter Leo van Raai. Ja, de nood is hoog. Wij zijn al jaren bezig om een nieuwe accommodatie te krijgen. De gemeente heeft daar ook met ons over gesproken. Maar het ziet er nu naar uit dat op 2 juli, wanneer de perspectiefnota wordt behandeld, wij vergeten worden. Wij komen niet voor in de perspectiefnota, terwijl wij op 1 november 2016 onze accommodatie aan het Maatveld moeten verlaten. Dat zou dus betekenen dat de gemeenteraad op 2 juli, wanneer ze niet besluit om ons een nieuwe accommodatie te geven, in feite besluit om onze vereniging op te heffen. Wij heten Uitsmijters 55. Dus, en dat is 1955. Dus we bestaan dit jaar 60 jaar. En het is natuurlijk wel toch wel een beetje cynisch wanneer de gemeenteraad juist in ons jubileumjaar ons zou vergeten. Wanneer de gemeenteraad op 2 juli niet zegt dat ze geld beschikbaar wil stellen om voor ons een nieuwe accommodatie te maken, dan zou dat, wanneer op 1 november 2016 het Maatveld wordt opgeheven, dan zou dat betekenen dat onze vereniging wordt opgeheven. Wij gaan ervan uit dat de gemeenteraad dat niet wil en dat ze op 2 juli besluit om alsnog ons wat geld te geven, zodat wij in november 2016 een nieuwe accommodatie kunnen betrekken.